Want Tom is druk bezig in België met de kartwedstrijd. De derde race was ik eerst met Ibe. Zinste van een seconde. Je mag het even typen, want het microfoon is niet zo goed, denk ik. Oké. Okay. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Nicky is weer naar de scouting en onze Tom is druk bezig in België met de kartwedstrijd. NK Karten en 60cc. De eerste berichten zijn heel hoopgevend. Hij heeft in ieder geval alvast de polepositie behaald bij de kwalificatie. En nu kijken of hij het kan behouden. Wij zijn ondertussen aan het rondwandelen en weer nieuwe paden aan het ontdekken. Vol asperges. Thank you.
vandaag bij Scouting gebarbecued. Met allerlei lekkere worstjes, frikandellen, frikandelhamburgers, drinken, stokbrood, komkommer en wortels en appeltjes en dat. En we hadden nog Chinese muurvlaag en slingertikkertje. Ja. Zou je aan een trein daar hebben? Ja. Het is van dat. Het is van dat. Het is dat er eigenlijk al gezien is. Nee, ik heb het ook niet. Ja, dat is niet. Ik heb het ook niet. Het is ook best een hele bijzondere plek, want elke keer als je komt, zie je weer nieuwe details. Deze plek is opgericht voor Sonnemans, voor de kunstenaar, houtkunstenaar. Hi, vandaag zijn we hier. Het is nu dinsdag. Ik had zaterdag gekart. En toen ben ik eerst geworden. De eerste race op 6000ste van de seconde, met het blote oog niet te zien. De tweede race was de tweede op 100ste van de seconde, ook met het blote oog niet te zien. En de derde race was ik eerste met 4000ste van de seconde. En in de laatste race had papa en met Jeffrey geteld. Jeffrey is de baas van de Bill 8. En ja, toen hadden ze 18 inhaalacties. Ik en Jinte. Jinte is ook iemand van het team. Hadden we 8 inhaalacties in 12 rondes. En in de laatste ronde had zij de eerste en de tweede race mij ingehaald. In de eerste race net niet.
Maar de tweede race net wel, dus ik ging in de laatste race doen. En ja, toen ben ik twee keer eerste geworden in de rookie en de gewone. En maan en gisteren was ik met Jari aan het spelen. En zondag deed ik niks, dus. Dus toen was ik met Jari aan het spelen, toen ging ik mijn hut bouwen, had ik echt de grootste hut van iedereen. Gewoon helemaal dicht gebouwd en zo, en ja. Daar ging het duidelijk in. En ja, dat was het eigenlijk een beetje.